Mart Smeets is de hooghartigheid zelf, maar stelt dat hij zich tijdens zijn tv-carrière altijd voorbeeldig heeft gedragen. Volgens oud-collega Aïga Margadi en volgens Catherine Keil is dat absolute onzin, maar Mart herkent zich niet in al die verwijten. Hij stelt dat hij zich altijd heel erg hoffelijk gedraagt tegen vrouwen en nooit iemand uitscheldt. Klinkklare onzin, zegt BNR-presentator Jelle Maasbach in de podcast Content Wars. Hij zegt ook, ik heb nog nooit geschreeuwd. Nou, ik kan uit zeer betrouwbare bron melden dat dat zeker wel het geval is. Dat hij iemand op de vloer helemaal verrot heeft gescholden. Dit zijn arrogante mensen die niet meer weten hoe ze zelf bezig zijn. Co-host Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, een oud-collega van John de Mol, daarop, dit belichaamt het probleem natuurlijk. Het is een voorbeeld van mensen die zelf niet doorhebben hoe wanstaltig ze zich kunnen dragen en ook gewoon vergeten hoe ze zijn en hoe ze reageren. Dit was echt een gevalletje van met open ogen je eigen raam ingooien. Kirsten Jan doelt op het hotende gedrag van Mart tijdens een tv-interview met Koen Verbraak. Mart wordt hierin ondervraagd over grensoverschrijdend gedrag, maar dreigt op een gegeven moment met een rode kaart als Koen door blijft vragen. Ja, niet normaal dit gesprek, al dus jellen. En dan weer achteraf zijn excuses aanbieden, briest Kirsten Jan, ja, omdat iedereen erover valt. Het is redelijk walgelijk en ik denk dat er bij heel veel van deze mannen het probleem zit dat zij zelf geloven dat het allemaal wel meevalt en daar zit natuurlijk het volledige probleem. Mart hoort samen met andere prominenten als Jan Slachter en Johan Derksen tot oudere tv-mannen die al dat wanggedrag bij de tv bagatelliseren. Ze zijn opgegroeid en hebben gewerkt in een tijd waarin schreeuwen en zelfs fysiek worden als normaal werd beschouwd. Het is maar goed dat die gedragingen niet langer geaccepteerd worden, al dus Kirsten Jan, ik snap het niet, maar mensen lieten zich dat overkomen omdat ze gewoon volledig geïntimideerd waren. Als je een ster was, kwam je ermee weg.